om je hoofd is verdwenen. Je kunt nu gewoon weer zien wie naast je staat. Je kijkt om je heen en het voelt toch wat vreemd nu het roken voorgoed overgaat. Je hoort oma Arie al zeggen, als ik niet mag paffen, neem ik een kroket. Hij wordt chagrijnig, de weegschaal op tilt, Arie wordt op den duur moddervet. Daar in dat rookvrij café, op het pleintje, daar zijn de mensen niet blij en niet tevreden. Ze zitten daar nu met hun wijsvinger tegen de neus, gebogen over een glasplaatje aan een wit lijntje. Waar is mijn geur, mijn rook, mijn ouderwets café? Een klant wat gestrest gooit zijn dartpijltjes vrolijk in het rond, één belandt in één oor. Een ander die springt door een ruit van het café, omdat hij steeds met pokeren verloor. De kastelein kijkt wat bedroefd in het rond, door zijn eens zo gezellig café. Straks wordt ook nog ons kopje koffie verboden, dan is er alleen nog maar thee. Daar in dat rookvrij café, op het pleintje, daar zijn de mensen niet blij en niet tevreden. Ze zitten daar nu met hun wijsvinger tegen de neus, gebogen over een glasplaatje aan een wit lijntje. Waar is